Kom maar, lopen. Lopen. Lopen dan. Nou, alle drie in beeld. Ja, ja. Ja, lieve vrienden, hele goede middag deze mooie goede middag. Ja, het is prachtig mooi weer. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbroel. Ja, Rijka en ik gaan zo meteen lopen en ik neem jullie mee, want ik ga niet een klein rondje lopen. Nee, even de dijk weer op en even frisse zenuwwind ophalen. Ja, heerlijk. En dan... We gaan gewoon even genieten. Gewoon even lekker met elkaar genieten. Rijka, ik en jullie. Ja. Dus moet ik eigenlijk zeggen, Rijka, jullie en ik. Ja. Kandalf, die is gelukkig binnen. Die heb ik binnengelaten. Die heeft eten gekregen. Ewe, die heeft hier ook eten. Rijka heeft ook eten. Die heeft... Nee. Kijk, geen mail. Dus ja, jullie gaan gewoon gezellig mee. Simpel. En die moet trouwens op maandag... Oh, er is weer wat gebeurd. Het zal niet zo wezen. De 7e alweer. Gaat het hard niet. Maar oké, ja. Ik zou zeggen genieten. En ik neem deze camera alleen nog mee. Zie ik leuke kiekjes. Want ik wil proberen om boven op de dijk te blijven lopen. Dus je hebt ander uitzicht. Van bovenaf naar beneden. Ja, dus we gaan wat proberen. Ja, even kijken. Even gezellig. En even door de stad dan weer terug en zo weer op huis aanstiefelen. Hé? En ze ligt nou lekker. Ze is zo lief. Maar oké, de ene keer is ze lief, de andere keer is ze stout. Hè? Net zoals met mijn schuttige deur, maar oké. Ze is aan het puberen en daar heet dat. En dat heet met kinderen ook. Als die aan het puberen zijn, dan kunnen ze ook het bloed onder je naam vandaan halen. En dan kunnen ze ook dingen kapot maken wat niet mag. En dan kunnen ze er wel eraf schuiven. Ja, maar ze is aan het puberen. Ja, oké. En? Hebben ze het nog niet te doen om zulke soort dingen? Ja. Maar oké, lieve vrienden, wij mochten dat toch ook niet? Nee, ik kreeg ook een pak van sodemieter. Ja. Ook in de pubertijd, als wij iets deden wat niet mocht, nou, dan kreeg je een best pak slagen hoor. En dat mag nu niet meer, want dan mishandel je het kind of zo. Nou, een opvoedende tik zijn we nog niet aan dood gegaan. Nee. Maar oké, nee, dan gaan we eerder aan andere dingen komen te overlijden. Hè? Zoals kanker of wat dan ook. En de normale griep, kan je ook aan dood gaan. Ja, maar ja, nou maken ze in Den Haag iedereen weer bang. Van oh jee, de corona. Nou, wacht. Hou op, het is ook een griep, enkel het is erger. Omdat het op je luchtwegen slaat, dus je hebt het gevoel dat je stikt. Maar, of het nou de corona is, of de griep, of gewoon een longontsteking, of weet ik wel wat voor ziektes, kanker. Je kan allemaal dood aan gaan. Net zo min. Maar ze vergeten daar in Den Haag dat er meerdere zijn overleden en met de hittegolf aan. De hittegolf dus, zijn al een heleboel mensen overleden. Dat vergeten ze. Inderdaad, er zijn nog heel veel al heen gegaan door kanker. Waarom? Omdat ze moesten wachten. Er was geen bed vrij van de corona dat ging voor. En daardoor zijn die mensen, die categorie aan kanker, overleden. Heel veel. En daar wordt niet naar gekeken. Mensen met ongelukken. Oh, die werden ook maar apart gelegen. Ken nou niet, want we hebben corona. Die zijn overleden. Daardoor, dat vergeten ze. Maar als ze daar eens ook naar kijken, dat wordt niet gedaan. Nee. Maar oké, gedaan en zaken nemen geen keer. Ik ben er wel nog steeds er heel boos om. Ik ben er nog bozer om maken. Ik wou dat ik met die heer Rutte en zijn aanhangen een talkshow kon gaan doen. Of wat dan ook, interviewen. Nou, ik had hem lik voor stuk gegeven, echt. Maar oké, wij gaan aan de wandel, ja.
Ja, hé? Aan de wandel? Ja, we gaan aan de wandel. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks. Doei! Ja, en toen waren we weer op de dijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien zo, maar ik zie het torentje, het kerktorentje van Limburg weer. Hup, hup. Dat is het. Recht vooruit. En voor de rest is het vrij rustig op het water. Enkel in de verte hier een paar wat je ziet gaan. Maar daar in de verte gaat een bootje, of komt een bootje, moet ik eigenlijk zeggen. En daar is ook wat heen en weer gaat. Dus ja, daarom heb ik al gezegd, de ene keer is het een drukte van belang op het water en de andere keer is het gewoon rustig. Zoals nu. Ja. Ja, de technische boot die ligt hier binnen. Dus ja, die gaat vol. Het is ook druk, zie ik. Allemaal open. Dus ja. We gaan die kant op. En dan over de dijk hierover. Ja, kijk, dat is een beetje wild. Ben je druk, meisje? En het is laag water. Dat nog? Ja. Je bent druk. Hé, je bent druk. Ja. Ja. Maar stress misschien los. Weg eraan. Hoeveel hondjes er zijn. Vietnam, nou laat Vietnam maar eventjes wegblijven, ja. Ja, nou ja, oké. Maar het is mooi hier op zee. Hé, Rijka? Rijka? Ja. Denk op mijn nieuwe broek. Ja, en een meeuw daar ook. Maar oké, we gaan er weer vandoor en ik hoop dat het lukken wil om over het gras te lopen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Kom dan. Oh ja, ik stond op de rem. Ah, kijk. We lopen maar. Kom maar, lopen. Lopen. Lopen dan. Lopen maar. Oh ja. Lekker meisje. Lekker even rennen, hè. Ben je vannacht ook al, hè. Kijk je uit. Rijka, kom. Deze kant. Deze kant. Kom. Deze kant.
loopt lekker, hè. Maar ik ruim weer op, want met één hand sturen gaat een beetje moeilijk. Ja! Ja! Dus, lieve vrienden, tot later. Nou, er kwam dus, er was dus een rondvaartbootje die eraan kwam. In de verre verte. Dus, ook wel weer leuk. En er komt nog wat aanstuiven. En die duwt zelfs de zee omhoog, als het ware. Ja. Die komt daar aan. Wat dat voor iets is, weet ik nog niet. Dat zie ik nog niet met mijn blote oog. Maar dat is een rondvaartbootje. Uiteraard heb ik even ingezoomd voor jullie, speciaal voor jullie. En daar gaat het straks onze boot weer naar. En die tekstslag die komt deze kant weer op. Dus we zullen elkaar straks ook weer passeren gaan. Ja. Ja, die kennen hard, hè. Die kennen hard. Nou, dat vond ik toch wel weer even leuk. Ja. Ja, nou heb ik ze ook allebei alweer in beeld. Leuk is dat. Maar oké, lieve vrienden. We gaan er weer vandoor. De politie gaat naar binnen toe. Het is misschien niet wat. Ach ja, het is ook politie. Zo haast denken ze varen tegen elkaar aan, maar nee hoor. De ene moet een heel grote bocht maken. En dat zie je vanaf deze afstand niet. Nee. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, zoals jullie zien ben ik omgekleed. Want ik had een nylon blouse aan. Nou, ik zweette mijn eigen maar uit de naden. En ik ben back af. Er is nog eentje bek af. Van het rennen, vliegen, hollen en het draven. Dus die ligt nu in de mandje lekker te slapen. En ik ga een bakje koffie klaarmaken. Ik had eerst maar eventjes gewassen en omgekleed. En nog zweet ik terwijl ik me met koud water gewassen heb. Mijn hemel. Wat het toch waaide het heel erg hard, vond ik, op de dijk. Maar ja, het was niet koud. Hé, nee, het was niet koud.
Nee. Dan gaat nou even het keukenraam op een stukje open. De tuinrek een stukje open. Eventjes lekker doortochten. Hé, ja nou. Kun jij er ook niet uit? Nee. Kan de office wel weer naar buiten. Die heb ik net door het raam naar buiten gelaten. En dan ben ik zelf aan de beurt. Een bakje koffie. En daar ga ik van genieten. En dan ga ik de computer aandoen. En dan zien we het wel weer. Ik was gisteren met de vlog bezig. Dat is mislukt. Het programma die zei to be doki. Ik had ook geen zin meer. Ik zei, maar kijk het maar. Morgen weer een dag. Ja toch? Dus ja, dan ga ik eventjes de boel doen. En koffie doen. En aan de gang. Leg je er lekker. Spinnekop. 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 Hou je nog gelijk op? Je was er net hard op aan het spinnen. En dat wil ik even laten horen. En dan hou je op. Nou, ik hoor het niet meer. Maar in ieder geval, we spreken elkaar later. Doei!